Social media wordt nu veel meer gebruikt als communicatiemiddel onder de jongeren. TikTok is één van deze platformen en in het volgende item vertellen we meer over TikTok. Vanwege het coronavirus zijn veel landen in lockdown. Hierdoor zitten kinderen veel op social media. Een paar bekende zijn Snapchat en Instagram. Nu zijn er nog meer apps die naar boven komen. Een van deze apps is TikTok. TikTok is een Chinese sociale netwerkdienst voor het delen van video's die eigendom is van ByteDance, een in China gevestigd bedrijf dat in 2012 is opgericht door Zhang Yima. Het wordt gebruikt om korte dans, lip-synchronisatie, comedy en talentvideo's te maken. Ook verschillende challenges komen veel voor op TikTok. Don't Rush is één van deze challenges. De trend wordt de Don't Rush Challenge genoemd omdat de video's zijn ingesteld op het nummer Don't Rush van Young T. Het zou ook ironisch moeten zijn, want in de Don't Rush Challenge video's zorgen de bewerkingen ervoor dat het lijkt alsof je binnen enkele seconden klaar bent. De hele essentie van de uitdaging is om je besties virtueel te verzamelen en te pronken met je beste transformaties van je huiskleding tot je uitgangslook. Zo kunnen we allemaal op TikTok elkaar opgemaakt zien. Want in deze tijden heb je je vrienden soms heel lang niet gezien.